Een van onze eerste vakantievoorbereidingen was de auto schoonmaken. Enorme hulp. Van Jeroen hadden we enorme hulp. Hé, we gaan met het water heen. Kom op. Jij de ramen. Wat gaat er nou gebeuren? Spons naar binnen. Nu gaan we aan de vakantievereniging. Rollen, rennen. Je moet toch in conditie komen? Van een sluis gingen we naar Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Hasselt, Givet. Richting Reims. Troje. Dijon. Via de autoroute. Richting Lyon. Toen naar Marseille. Richting Marseille. Van richting Marseille naar Caen. Monte Carlo. Italiaanse grens. Santa Emilia, San Remo en ons eindpunt Imperia. Dit is de weg van San Remo naar Imperia. Imperia bestond uit twee steden. De oude stad Porto Maurizio en Onelia, die tezamen de stad Imperia vormden. Imperia liggen. Genaamd Victoria.
onze kamer. Op onze kamer hadden we een prachtig uitzicht over de zee. Tenminste, één kant naar de zee. En de andere kant keken we tegen hoge huizen aan. Dit was het strand waar wij vertoefden. En een van de vele bezigheden was vooral zwemmen. De gemiddelde temperatuur was 30 graden. Een robotje wedstrijd zwemmen gebeurde ook nogal eens. De eerste schoolslag. Hey Thea, wat ga jij doen? Oh, die gaat aan de kant. Het was zeer moeilijk om aan de kant te komen, daar de onderzee grote rotsblokken lagen. En vooral onze zeeegels niet vergeten. Kijk, hier is Jeroen de eerste dag aan het strand. Van het water moest hij niets hebben. Een soort watervrees zou je kunnen zeggen. Maar dat was toch voor korte duur. Hier is hij er doorheen. Zijn vader heeft hem eroverheen geholpen met springen, bonzen en zelfs zoveel dat hij er niet meer van ophouden wist. De hele week konden we Jeroen in het water vinden. Doodmoe, maar Jeroen nog lange na niet. Opa was ook van de partij. Zijn knieën moesten bijkleuren, vooral die knieën. Astrid, rennen. Hier krijgen we een vergezicht naar de stad Viano Marino. Dit was dichtbijste in de stad van Imperia. Hier zijn we in de stad Viano Marino. En dit is ons befaamde souvenirwinkeltje. Tuurlijk moest Jeroen buiten staan, wat had hij daar te zoeken? En dit is de agent, druk doende het verkeer te regelen, voor één auto misschien. Ja, daar hebben we hem. Zo, het is daar aan de hand? De markt. E guarda come sei, sono belli, belli veramente, Candeliere, 3 a San Lira, 100 francs. 103, 62, 70. Dai un po' 100 lire prosciutto cotto con questo signore, la produzione. Jeroen had verschillende vaders voor zijn wandelwagen. Maar zijn moeder had verschillende mannen voor te wandelen. Ik hoor het duiken water. Het was echt voor nodig. Zet hem op. Kom, wees niet bang. Zeg de familie even gedag. Wat een uithoudingsvermogen had ik nog. Midden op zee, in de roeiboot. Nou ja, midden op zee. Hij krijgt een buitenbootmotortje van oom Jos.
broeispaan erbij. Toch ging het prachtig zo. Van San... De winkelstraat van San Remo. En winkelen, winkelen. Er werd niet veel gekocht. Eén ding wel zeker. Wat zou er gekocht worden? Een auto voor Jeroen. Eén van de vele. Van San Remo. Wij gaan heen. Een zeer smal straatje in San Remo. Beetje bouwvallig. Winkeltjes kijken. Hup, terug. Nog eens kijken. Met z'n allen onder het luifeltje. Van de hoge berg, Monesi. 1400 meter hoog. Maar Jeroen bekeek het maar vanuit de eend. Het was hem te hoog, het laatste eendje. We hadden daar hoog in de wolk. Slecht wegdek. Langzaam weg. Langzaam weg. Op het tweede deel. Na een week aan het strand en water te vertoeven, was Jeroen een echte waterrot geworden. Weg met het water. Hier zal ik eens achterna gaan zitten. Hup daar. Nog eens een keer. In zijn eigen zwart maken was Jeroen heel goed. Hij had een witte zwembroek aan. Maar hier is hij al zwart. Ha, daar hebben we Astrid. Die ga ik eens achteraan zitten. Bom, mis.
Nog eens een keer proberen. Weer mis. Dat gaan we eens anders doen. Heel langzaam naar Astrid toe. Maar Astrid maakte wel dat ze weg was. Dit was de uitnodiging van Fred en Loredana. Naar aanleiding van deze uitnodiging zijn we met z'n allen naar Imperia gegaan om een huwelijk bij te wonen. Op 19 juli 1969 trouwden zij. Het was een zeer warme dag. Een van de warmste dagen van onze vakantie. En hier is Fred, zeer nerveus. Eens kijken waar Ma blijft. En nog eens even kijken. En daar was Ma dan. Op naar de kerk. Fred, Loredana de vader had meer haast. En hier is het grote ogenblik, het tekenen van de huwelijksakte. Loredana de vader, Loredana de moeder. En alle uitgenodigde gasten. Gezamenlijk aan het huwelijksdiner. Fred houdt de wacht bij de bruidstaart en zijn flessen. Het ogenblik van en aansnijden van de taart. Fred houdt van opschieten. Nog een kusje. Een koesje, zegt Loredana. Monaco. Assistentie bij het duwen van de wandelwagen. Het was wel nodig met al die trappen. Gezicht over de haven met de vele luxueuze jachtboten en op de achtergrond het Prinsdom Monaco. En het voetbalveld van Monaco.
En Jeroen had een kleine poes. Heel lief jonge poes. Oh, die liefde wil wel een bos mee naar huis nemen. Maar dat mocht helaas niet. En hier doen we het aflossen van de was. En Jeroen was helemaal uitgeteld. De nachtclubs. Een mooie tuin voor de bank van Monaco. Jeroen was nog fit, want die had de hele nacht geslapen, maar zijn vader tegendeel. Die had moeten rijden, die was doodmoe, kijk maar. 1 lege koffer. De zorgen van de dia's, de zorgen van de was. 2 lege koffer. De zender van de films. Nog meer wat. Ben ik klein? Nog niet. En dan gaat de eerste was aan de lijn. Het was hier wel beter wassen dan in Imperia. Hier hadden we tenminste warm water. Zo, die zwembroer kunnen we voorlopig opbergen.